zijn we in Rotterdam bij het Levenhaven bij de GGD. En dan hebben wij echt ons bezig gehouden met allerlei manieren om te kijken hoe diversiteit leeft bij de studenten. Wat zij verstaan onder diversiteit en hoe zij dit positief ervaren. En hoe wij dit in Rotterdam echt kunnen optimaliseren. Nou, vandaag zijn we hier bezig geweest met eigenlijk het vinden van positieve voordelen op basis van diversiteit. En eigenlijk om diversiteit te onderzoeken en te vinden, zijn we eigenlijk naar buiten gegaan. Want daar bevindt het zich allemaal en niet in een klaslokaal. Het was heel leuk om samen met verschillende beleidsmedewerkers. Kijk, zij zijn ouder en zij zien misschien dingen die wij niet zien. En wij als studenten maken veel meer mee in de stad. En het was best dus wel leuk om samen leuke ideeën, creatieve ideeën te bedenken. We hebben allemaal nieuwe invalshoeken bedacht en gekeken hoe we naar eigenlijk Rotterdam, diversiteit van Rotterdam, eigenlijk in kaart kunnen brengen om zo de doelgroep te bereiken. Diversiteit is verschillende infrastructuren in Rotterdam. Nou, diversiteit is het rijden in Duitse auto's en het eten van Turkse pizza. Diversiteit zijn verschillende culturen en leefstijlen. Nou, diversiteit is het hebben van verschillende vrienden en een hele leuke tijd samen.